Goedenavond allemaal. Ik ga jullie een beetje bijpraten over hoe de aanmeldstaat werkt. Ik ga me eigenlijk focussen op de wijzigingen of de nieuwe functionaliteiten die we recentelijk hebben aangebracht. En niet zozeer over het hele totale aanmeldstaat. Nou, we gaan eens eventjes een deel scherm delen. Even kijken. Ja, nou, ik dacht, ik ga het eens op mijn telefoon laten zien hoe het allemaal werkt. Ik kan op mijn telefoon natuurlijk ook makkelijk inloggen en dat soort zaken. Ik ga dan naar, even kijken, waar heb ik hem? Met Safari. We beginnen even bij hoe het eigenlijk bij Burgerpark Tiggelrijd is ingeregeld. Dit is echt een project wat nu loopt. Die beginnen op hun eigen website met drie dikke knoppen. Iemand, je bent reeds lid, dus je hebt al een account. Dus eigenlijk, je bent al in de Economus en je hebt al een account. En vervolgens ga je dan daar vervolgens op inschrijven. Je bent wel lid, je staat in Economus, maar je hebt nog geen account gekregen. Dan moet je eigenlijk eerst naar die betreffende coöperatie zorgen dat hij een account krijgt. Dan moet hij een activatiemail krijgen om toegang te krijgen tot de contactenportal. En daaronder hebben we natuurlijk ook heel veel coöperaties zitten of mensen zitten die geen lid zijn van en ook geen account hebben. Nou, als ik daar dan op klik, dan kom ik hier terecht op deze pagina. En dan kunnen die mensen voor zichzelf, een persoon of voor de organisatie een account aanmaken. En als ze dat account hebben aangemaakt, dan zal je ook zometeen zien, dan kunnen ze zich ook inschrijven op de projecten. Goed, ik ga even naar een andere omgeving, want dat laat ik bij onszelf zien. Ik ga er even vanuit, dit is onze testomgeving, dat iemand al reeds bekend is bij Economus in jullie systeem. En dat hij reeds ook al een account heeft en toegang heeft tot zijn gegevens. Maar nu wil die betreffende persoon zich wil gaan aanmelden. Dat doe ik dan zo, dus ik log nu eigenlijk in. En je ziet hier, dat ga ik even overstappen naar Mama Economus. Dat is een dame die is al bekend in Economus. En die gaat kijken wat zij al reeds heeft. Dan zie je dat zij al vijf obligaties heeft in het project direct betalen. Dan kan ik ook kijken hier zo, wat heeft hij allemaal al van obligaties of wat heeft hij daar zo. Nou, dan zie je daar. Maar deze dame wil zich natuurlijk gaan inschrijven op een project. En dat laten we hier zien. Dit zijn alle projecten die openstaan in Economus, waar mama zich kan op inschrijven. Nou, we hebben de vier staan en op eentje, die project direct betalen. Daar heeft ze zich al op ingeschreven, want daar heeft ze al een deelname op. Nou, uit deze vier ga ik er eentje kiezen. En dan kies ik in eerste instantie deze voor lening met transactiekosten. Ik krijg hier gegevens. Ik heb ook 0 euro lening nodig. Dat is eigenlijk een foute instelling. Dat had ik bij Economus moeten veranderen. Een mooie tekst. Dit is een minimaal per dag per contact 500. Maximaal per dag is 5000. En de inschrijving 1 januari. Dingen. Meer informatie kan ik daar klikken, maar dit lijkt me wat. Ik zeg, ik ga naar het inschrijven toe. Ik ga me daar op dit project inschrijven. Als ik dit project ga inschrijven, krijg ik vier stapjes die ik moet gaan doorlopen. Inschrijven, gegevens, voorwaarden en bevestigen. En deze inschrijving die eindigt in een inschrijving. Dus dat is iemand die heeft zich ingeschreven. Nadat hij zich ingeschreven heeft, dan krijg je de fase van toekennen. Dan zeggen jullie deze en deze persoon krijgen deze aantallen obligaties. En als ze dan toegekend hebben, krijgen ze een nota die jullie laten toesturen. En als ze die dan betalen, dan wordt de inschrijving definitief. En zeker bij het toekennen, in de fase van het toekennen, kunnen jullie zelf bepalen wie krijgt welke participaties of deelnames. Want als je een overschrijving hebt, dan wil je dat natuurlijk ook gaan verdelen. We hebben hier inschrijven. Ik heb hier een minimaal bedrag van 500, een maximaal bedrag van dat. En ik wil dus maar zeg 1000 euro inleggen.
of 100 euro, 1000 euro inleggen, want ik moet minimaal dat doen. En dan zie je dat ik hier heb ingesteld dat deze persoon 30 euro transactiekosten betaalt. Je kan alle mogelijke smaakjes doen. Je kan zeggen, het is een vast bedrag per inleg. Je kan zeggen, het is een percentage van de inleg. Je kan zeggen, het is een vast bedrag per operatie. En je kan ook minimum en maximum bedragen aangeven. Je kan dus zeggen, de minimale bedrag is 50 euro, het maximale bedrag is 500 euro. Dat zal ik jullie ook zonder laten zien. Je kan ook zeggen, over de eerste 1000 euro moet je 1% betalen. Over de volgende 1000 euro moet je 2000 euro betalen. Maar je kan trouwens ook instellen dat er geen transactiekosten zijn. En dat iemand geen transactiekosten betaalt. Het woordje transactiekosten kan je ook zelf nog veranderen. Kan je zelf neerzeggen wat je er wil. Advies is om dat wel transactie- of emissiekosten te benoemen. Omdat die zijn btw-vrij. Dat is algemeen bekend. Als jij daar zegt administratiekosten, dan zou je ook misschien daar btw over moeten berekenen. En dat willen we niet. We gaan hier naar de gegevens, want ik ben het hier mee eens wat hier staat. En ik ga naar de gegevens toe. En omdat ik al in dit systeem sta, zijn al mijn gegevens al bekend. Bij de sterretjes staan ook de gegevens die verplicht zijn. En dat zijn ook de gegevens ook nodig om ook een inschrijving te realiseren. Ook het bankrekeningnummer is ook verplicht. En daar hebben we het over. Staat de naam van Anna. Ik ga akkoord met het privacybeleid. Dus ik ga naar de volgende stap. Naar opslaan en bevestigen. Krijg hier dat ik eigenlijk op de projectvoorwaarden. En ik weet niet. Ik heb de voorwaarden niet goed ingesteld. Als ik hier op voorwaarden zou komen. Oh, daar heb ik het eigenlijk verkeerd ingesteld. Heb ik niet goed voorbereid. Daarachter zit dan een link. En die link die leidt dan naar de pagina waar jullie de voorwaarden op hebben staan. Die voorwaarden heb je op je eigen website staan. Ik kan het wel even zo laten zien. Bijvoorbeeld bij burgerparken, zonneparken, projectinformatie. Die hebben hier een pagina gemaakt. Daar staan alle informatiedocumenten op. Dus informatie dan tegeldelen, obligatievoorwaarden, tegeldelen en statuten. En als je dan op voorwaarden klikt, wat ik net liet zien, dan kom je eigenlijk op deze pagina uit. En dan krijg je de voorwaarden van dit project. Dus weer terug naar mijn project. Als ik dan hier op het woordje voorwaarden klik, dan kunnen jullie daarachter zelf een link neerzetten. En die link leidt dan naar de pagina waar die voorwaarden dan staan. Nou, ik ga er akkoord mee en ik ga naar bevestigen. Eigenlijk is de pagina bevestigen. En zo moet je het ook inregelen, de bevestiging, wat alles wat je in de voorgaande stapjes hebt ingevuld. Je hebt je ingeschreven voor een aantal en een bedrag. Maar de gegevens heb je gezegd, ik heet Piet en Klaas. Bij voorwaarden zeg je, ik heb die en die voorwaarden. En de bevestiging moet je zeggen, ik heet Piet en ik had deze voorwaarden, heb ik geaccepteerd en ik betaal. Dus eigenlijk bevestiging moet een samenvatting zijn voor alle drie stapjes die je daarvoor zet. Nou, dit formulier wat hier zit. Ik zit op mijn muis te draaien, maar dat hoort niet zijn. Dit wat je hier ziet, deze tekst, die inschrijfformulier, dat is een eigen tekst die je zelf moet opstellen. En daar hebben we ook wel voorbeelden van hoe die eruit zien. Nou, weer nog een keer het bedrag: 1000 euro, 330 euro totale betalen. Ik ben akkoord met de inschrijving en de bevestigde inschrijving. Wat er nu gaat gebeuren is dat Econobus dat document, een pdf aanmaakt met het document wat je net zag, dat document naar de klant toestuurt als bevestiging met ook een bevestigingsmailtje erbij. Nu als ik kijk bij mijn huidige deelnemers, dan zie je dus inderdaad dat deze mama had zich al ingeschreven voor project en nu ook voor de lening met de transactie ingeschreven. En als we weer naar inschrijven projecten gaan, dan zie je, zij heeft zich nu al ingeschreven. Ik wilde nog een andere smaakje laten zien. Dat is deze, obligaties met lid worden. Hier heb ik een, dit is een leuk project. Ik zeg, ga naar inschrijven toe. Ik krijg weer inschrijven, gegevens en ik heb hier het aantal lidmaatschapkosten. En dan zeg ik, ik wil er 3 hebben. 300. Nu hebben we een extra functionaliteit toegevoegd en die zegt, ik ben geen lid van de coöperatie.
Economisch weet natuurlijk bij jullie wie er wel en niet lid zijn. Dus economisch kan controleren, is deze persoon wel of niet lid. En dus heeft hij gecontroleerd, deze persoon is geen lid. Dus krijgt hij hier de tekst, ik ben geen lid van de coöperatie. Als deze persoon wel lid was van de coöperatie, dan krijgt hij de tekst, u bent lid van de coöperatie. En dan kan je zeggen, u bent lid van de coöperatie en u betaalt geen inschrijfkosten. Maar deze persoon is bijvoorbeeld dan geen lid en die krijgt de keuze. Ik wil lid worden van de coöperatie, €12. En dan zie je ook dat hij dan geen transactiekosten betaalt. Ja? Nee, mag ik iets vragen? Ja. Hoe weet Economus of je wel of niet lid bent? Waar kijkt hij dan naar? Je maakt een groep aan met leden. En je moet die groep aanwijzen in dit formulier, zou ik maar zeggen. Ja, aan de achterkant zou ik je zo dan... Dus je moet dan zeg je, als al die mensen die bij deze in deze groep horen, die zien dat, ja. Oké, helder. Ja. Ik wil wel lid worden. Nou heb ik hier die tekst €25. Die stemt niet overeen met wat daar staat. Eigenlijk al deze zin die hier staat, ik ben geen lid van de coöperatie, en deze zin, die kan je zelf helemaal instellen. Dus je bent vrij om hier te maken. U bent lid, maar ik vind u een leuk mens, dus u betaalt geen inschrijfkosten of whatever je zelf wil. Je kan nu ook zeggen, ik wil, de tekst is vrij om dat eigenlijk zeg maar in te stellen. Maar dit is ook een mooie, vind ik, zeker dat je dan, zeker als je die nieuwe mensen krijgt die zich nieuw aanmelden, hè, en die, dan zitten ze ook niet in de groep, Michael, die dan de leden zijn, en die krijgen dan de keuze of dan wel of niet transactiekosten te betalen. Nou, dan gaan we weer eigenlijk naar hetzelfde stapje toe. Dan gaan we naar gegevens en dan rond ik dat project eigenlijk af. Als ik weer terug ga, ik ga naar gegevens of naar inschrijven projecten toe. Want eigenlijk wil ik nu direct betalen. Nou, mama heeft dat al, maar mama vindt het eigenlijk wel leuk. Weet je, mama heeft er zin in. Mama heeft ook kinderen en heeft ook een bedrijf. Die gekoppeld is aan mama. En mama zegt, nou, ik ga niet voor mijn kind een obligatie kopen. Ik ga voor mijn eigen bedrijf een obligatie kopen. In dit geval, nog even hier kijken. Dit zijn dan in economisch 3 contacten. En 1 contact, dat is mama economisch, is dus dan de beheerder van die contacten. En dat doe je door aan een kind de wettelijke verbinding toe te kennen, wettelijke vertegenwoordiger. En bij het bedrijf wordt het de primaire contactpersoon. En als het de primaire contactpersoon is, die kan dan op de portal de gegevens dat doen. Dus mama gaat ook op het leukste bedrijf ook een projectinschrijving doen. Die kan hier, dan gaan we op inschrijven projecten. En dan zeg ik, nou, ik wil eigenlijk het project nemen met direct betalen. Dan zie ik een leuk project. Ik ga naar inschrijven. Ik ga meedoen. En ik kan inschrijven. Dan zie je daarboven is het nu veranderd naar inschrijven, gegevens, voorwaarden, bevestigen en betalen. Dus aan het eind krijg je de mogelijkheid om te gaan betalen. Deze inschrijving eindigt dan niet in een inschrijving, maar dan eindigt de mutatie op het eind op definitief. Want dan is die ook gelijk ook betaald. Dus dan krijg je niet inschrijven en dan de fase toekennen dat je gaat verdelen en dan later betalen. Nu betaalt iemand gelijk deze obligatie. Nou, inschrijven, gewenste aantal, dat zijn er dan 5 die ik wil hebben. Gereed totaal te betalen naar gegevens. Nou, het leukste bedrijf van de gegevens is allemaal ingevuld. Opslaan en doorgaan. Ik ga akkoord met de voorwaarden. Ik denk dat je dan ook... dan krijg ik ook de hele tekst daarin. Die daarbij hoort. Ondergetekende. Eigenlijk het formulier waarin je dan alles wil bevestigen wat je wil doen. Scroll iets naar boven. Bedrag te betalen. Wanneer je akkoord gaat met het inschrijfformulier en inschrijving bevestigt, is je inschrijving definitief.
deze tekst kan je ook weer zelf aanpassen. Deze zin die hier staat kan je ook weer zelf aanpassen. En die moet je dan even overeenstemmend aanpassen. Want dan komt dan te staan, wanneer je akkoord gaat, moet je betalen. En als je betaald hebt, dan is jouw inschrijving definitief. En ook ik ga akkoord of ik ben akkoord met deze inschrijving en ik ga nu ook direct betalen. Maar goed, dat is dan helemaal zelf in te stellen. Nou, betalen bevestig met de betaling. En nu kom ik dus in de betalen module terecht. En een betaalmodule, voor de betaalmodule hebben wij een Molly als betalingsprovider. En eigenlijk gaat dan Molly het geld innen bij die betreffende klant. En als Molly dat geïnd heeft, dan komt ook dat geld weer dan naar jullie hier toe. En als je dan van die Molly gebruik wil maken, moet je ook een contract af gaan sluiten met Molly, waarin je dan die betaalmogelijkheid hebt. Nou, ik zeg hier, deze meneer wil betalen via Ideal. Ik heb hier even de testmodus aangezet, want je kan je voorstellen, dat weet iedereen wel hoe het werkt. Je klikt op de Rabobank en je kan dan huppatee betalen via je eigen Ideal. Maar ik wil niet betalen, ik heb die zin om elke keer geld over te maken. Dus ik heb nu in de testmodus staan. Dus ik kan nu even stimuleren of simuleren dat ik betaald heb. Hè? Maar in praktijk is het natuurlijk dat je gewoon echt geld moet overmaken. En dan heb het tegen. Nou, gaan we verder. Moet ik hem inklikken ook. Nou gaat hij door. En dan zegt hij, krijg je dus ook weer een tekst, want dat is de tekst die je ziet nadat je ingeschreven hebt. Project Deputaat, bedankt voor je inschrijving. En dan zou je ook moeten, die tekst ook die hier staat, kan je weer helemaal zelf invullen. Want dan schrijf je dan in, bedankt voor het betalen. En als ik dan naar mijn huidige deelnames kijk van dit leukste bedrijf, dan zie je, het leukste bedrijf heeft deelgenomen in het project Direct Betalen. Nou, dit is eigenlijk hoe de bewoner het ziet. Of hoe de gebruiker het eigenlijk ook ziet. Ik heb nog één smaakje, heb ik. We gaan weer naar inschrijven projecten. Dan gaan we weer terug naar mama, want mama wil zich ook inschrijven. Inschrijven projecten. Je ziet hier, de uitgevende instanties zijn de 1, economische Molly testen. Dat is dus het bedrijfsnaam van deze bedrijf. Daar komt dan te staan de A of er komt te staan Hilversum, de uitgevende instantie. Maar soms hebben coöperaties onder hun coöperatie een BV hangen. En de BV is dan de uitgevende instantie, want die koopt de obligaties. En dan is het wel zo dat die BV mag dan wel het geld ophalen, maar dan moet het aan de klant heel duidelijk zijn bij wie die dat geld ook ophaalt. Nou, dus hier hebben we een BV en hebben we de mogelijkheid gezegd, want je hebt hier een bepaalde kleurstelling van dingen. Hier hebben we de mogelijkheid ingezet om dan dat die verandert van kleurstelling. Dus dan kan jij, hier zie je nu ook een ander logo staan, Burgerpark Tichelrijd. En dan worden alle andere kleurtjes worden daarvan gemaakt. Dus dat die klant ook duidelijk heeft, ik stap hier over naar een andere uitgevende instantie. En ik heb dus nu ook een andere kleurinstelling ook gemaakt. Dus we kunnen dus nu ook in Econobus verschillende kleurstellingen gebruiken voor de contactportal. Nou, dan is er nog één ander ding wat toegevoegd is aan die contactportal. Dat is over ons. En daar zie je eigenlijk weer de pagina waarin deze dame is alleen betrokken bij de economisch Molly portal. En hier zie je dan de gegevens staan die in die administratie, bij die administratie ook staan in economisch. En als dan ook mama economisch, dan kunnen we misschien wel even openstappen. We gaan even weer naar het leukste bedrijf. En we kijken bij het leukste bedrijf over ons. Oh, nee, dan had hij eigenlijk die andere ook moeten bijstaan. Dat is dus fout. Of fout, moeten we eens even naar kijken. Want dan wil je dat die, dan is deze bij economisch Molly test, maar ook bij die andere staat die ook. Dus dan zou die ook
kunnen zien, ik heb het niet ingeschreven bij die kleur. Nou klopt het weer. Want als ik me nou bij dat andere project, weer even terug, inschrijven projecten. Als ik dit project had afgerond, dan had hij een deelname gehad in dit project. En dan had hij bij Over Ons ook gezien, ik heb een deelname in dit project. Dus die kleurstelling is wel ook belangrijk. Je kan de kleur instellen per administratie, maar elke portal heeft ook een hoofdkleur. Want eigenlijk als we hier weer terug gaan, we zitten nu inschrijven projecten, zie je, dat is de hoofdkleur. Dus, en dat is ook de inlogpagina waar ik mee begon, die heeft een hoofdkleur. Dus alles heeft een hoofdkleur en dan kan je per administratie kan je een eigen kleur aangeven. Nou, dus dit is vanuit het perspectief van de klant, de gebruiker, hoe die het ziet. En zoals je ziet, dit werkt helemaal super op de mobiel. En werkt nog mooier dan natuurlijk omdat hij wat breder is op de, iPad. En je ziet hem ook op de PC, maar dan vind ik hem ook wat minder mooi uitzien, want dan heeft hij wat breder gedaan. Zijn hier vragen over? Nee? Dan zal ik jullie een beetje de achterkant laten zien. Moet ik even kijken. Nou, misschien René nog wel één vraag hierover. Ja. Misschien een beetje specifiek hoor. En als het te ingewikkeld is, dan moet je het maar zeggen. Maar wij gaan binnenkort geld ophalen voor een zonnepark. Ja. Dat doen we gezamenlijk met twee energiecoöperaties. Ja. En als ik het goed begrijp, dan is de hoofdportal, dat is, zoals ik nu heb gezien, is één van de twee coöperaties dan. Dus stel dat het de A is, dan kom je dus altijd binnen bij de A. En vervolgens kan je in dat project kan je dan je eigen look and feel aangeven. Ja, je moet even kijken altijd, wie is de uitgevende instantie? Ja, de uitgevende instantie is een BV die we gezamenlijk gaan oprichten. Ja, nou, dan krijgt die uitgevende instantie, moet een eigen website ook krijgen. Ja. En een eigen kleurstelling. Ja. En dan krijgt hij in Economie of in de portal ook een eigen kleurstelling. Ja, maar dan krijgt hij ook een aparte portal dan? Nee, het is binnen één portal. Ja, dat bedoel ik. Verschillende kleurstellingen. Ja. Ja, maar dus je hebt altijd een portal waar je dan binnenkomt. Dat is of die van ons of van de andere corporatie. En daar kan je dan het betreffende project uitgevende instantie. Ja, maar hij kan maar op één portal binnenkomen. Je kan niet één project over twee economische verdelen. Hij komt dus altijd binnen jullie economisch binnen in de contactenportal. Ja, precies. Maar dat klopt dus wat ik dacht. Van, het is, we moeten even een keuze maken welke coöperatie is het al waar de ingang tot het project. Ja. En dan als je die hobbel hebt genomen, zou ik maar zeggen, dan, dan kom je in de omgeving waar je wil zijn. Ja. Er zat nog, daaraan koppelen nog even, want ik vond wel mooi dat je die voorwaarden van het lidmaatschap erin kon zetten. Of in ieder geval je kon zeggen van het lidmaatschap. Maar ik neem aan dat ook alleen maar geldt dan voor de economische omgeving waar je dan in zit. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat speelt nu bij Rijnland Energie. Hè? Die gaan dan die beginnen helemaal fris opnieuw. En die gaan dan voor vijf coöperaties het geld ophalen. En die hebben eigenlijk gezegd bij de vraag, ik ben reeds lid van deze coöperatie, ja. Of ik wil lid worden van een van de coöperaties. Ja. Maar het is maar wel dat als jij als economisch wil kennen ook die leden van die andere coöperatie, weet je wel, om dat onderscheid te maken wie er wel of niet transactiekosten, ja, dan moeten die leden wel van die andere coöperatie ook in jouw economisch gaan zitten. Ja. Oké. Okay. René, je laat nog zien hoe je dat koppelt, de lidmaatschap en de groep met het... Ja, ja, oké. Okay. Hier, stop share. Ik heb ook één vraag, René. Ja. Kun je ook zien hoeveel deelnemingen er nog zijn? Of hoeveel obligaties? Ja, maar dat is eigenlijk als deelnemer die inlogt,
dat je ziet, er zijn nog zoveel open... Ja. Nee. Dat kan niet. En gaat die automatisch er vanaf als alles op is? Of nee. Ook niet? Dat moet je zelf doen? Ja. Oké. Okay. Ja. Het is trouwens ook bijvoorbeeld Wind Power Nijmegen, waar we dit eigenlijk in basis de eerste keer mee ontwikkeld. Die wilden dat niet eens laten zien hoeveel inschrijvingen er al reeds waren. In theorie ga je dan, krijg je dan meer deelnemingen of meer inschrijvingen dan je deelnemingen hebt natuurlijk. Ja, maar dat is dan ook, daarom doe je die baksteenmethode. Je laat iedereen inschrijven. En dan heb je een overinschrijving. En dan ga je toekennen. En dan zeg je, die krijgt er zoveel dat. Want als jij zegt, hij is vol naar vol. Dan krijg je wie het eerst maalt, wie het eerst krijgt. Mm-hmm. Dat kan je trouwens ook bij een overschrijving doen. Jij kan zeggen, wie het eerst inschrijft, die krijgt gewoon alle participaties. Maar als jij goed wil verdelen, dat je wil zeggen, binnen mijn dorp of binnen mijn stad zijn voorkeuren. En deze krijgen die en die voorkeuren. Daarom doe je die inschrijven. En dan heeft iedereen inschrijven en misschien een overschrijving. En dan dan zie je dat en dan ga je ze opnieuw verdelen. En dan zeg je, jij krijgt er zoveel, jij krijgt er zoveel en jij krijgt er zoveel. Okay. En daar hebben sommigen ook, weer eisen aan gesteld. Hè? Dan zeggen ze bijvoorbeeld binnen één gezin, maar maximaal. Bij één partij had één voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en voor zijn bedrijf. En nog een bedrijf ingeschreven. En die zat toen eigenlijk op misschien wel 20% van het park. En toen zei de parkeigenaar, dat willen wij niet eigenlijk. Nee. Dus, ja. Goed, we gaan even naar de achterkant van het systeem. Mag ik ook nog even één vraag stellen? Ja. Over de keuze van wel of niet lid worden. Wij willen het zo inrichten dat leden, degenen die al lid zijn, die hoeven geen inschrijfkosten te betalen. En alle andere personen die nog geen lid zijn, die moeten verplicht lid worden bij inschrijven. Dus die moeten allemaal verplicht inschrijfkosten betalen. Is het dus ook mogelijk om niet twee opties te hebben, dus wel of niet lid worden, maar dat er eigenlijk maar één optie is? Je moet lid worden. Ja, die is er nu niet. Nu moet je twee opties doen. En wat ik dan voorgesteld had aan iemand. Ik word lid en wil geen nieuwsbrief ontvangen. Ik word lid en ik wil de nieuwsbrief ontvangen. Oh ja. Ja. Goed, de tussenoplossing. Ja. Ja. Maar je moet even oppassen. Ik hoorde jou zeggen. Er is een verschil tussen inschrijfkosten of transactiekosten. Emissiekosten, transactiekosten en lidmaatschapkosten. Over lidmaatschapkosten, contributie, moet je btw betalen. En over emissiekosten, dus dan zeg je van, u moet lid worden, ja, en u betaalt voor uw lidmaatschap, ik weet niet wat het is, bijvoorbeeld €12,50 per jaar. En omdat je lid wordt, hoef je geen emissiekosten te betalen. Ja, 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 begrijp ik. Ja. Oké, dankjewel. Ik weet niet welk scherm jullie nou zien. Zo. De achterkant. De projecten. Projecten. Misschien kan ik het even naast elkaar zetten, zat ik te bedenken. Deze, en dan zet ik deze ernaast. Ik ga nou even niet zo. Ik zal er even inloggen. We gaan deze kijken. Lening met transactie. Deze moeten we eigenlijk hebben. Obligatie met lid en transactie. Dan gaan we dus naar de projecten. En dan gaan we naar het project. Zo, dat is eigenlijk dan weer te smal. Well,
eigenlijk wijzen we zelf de naam. Projecten staat hier, projectobligatie met lid. Omschrijving projecten is deze tekst in economisch die hier staat. Dan hebben we startinschrijving en einde-inschrijving is datgene wat hier staat. Startinschrijving, einde-inschrijving. Als de datum van vandaag ligt tussen deze twee data, dan zie je hem onder inschrijven projecten. Dus als ik hier de datum wijzig, dan de datum van vandaag valt niet onder tussen deze data's, dan zie je hem ook niet meer verschijnen onder het hoofdstukje inschrijven projecten. Nou, dan gaan we eigenlijk verder. Hier zie je de projectinformatielink. Dit is eigenlijk de eerste pagina, hè? De eerste pagina de informatie hier zit. Het aantal, minimum aantal en het maximum aantal, dat staat hieronder in Econobus. Want daar hebben we ingevuld de nominale waarde en de aantal obligaties nodig. En minimale obligaties en het maximale obligaties in die 1 en 3 zie je hier weer terugkomen. Dan gaan we naar dit inschrijven project. Oh, wacht even, ik moet eentje terug. Dat kan zo, denk ik. Deze link die je hier ziet, dat is deze link. Dus als ik hierop klik, dan zie ik deze link. Dus ik kan erop klikken. Dan ga ik dus naar deze pagina toe. Zien jullie dat? Dat als je op deze pagina, dit knopje klikt, dat je dan op deze link uitkomt. Dan gaan we naar de pagina transactiekosten of naar de volgende inschrijven projecten. Transactiekosten zie je hier staan dat die dus aanstaat. Bedrag per obligatie. En dan kan je alles verschillend eigenlijk instellen. Ik kan het bedrag, transactiekosten, vast bedrag, bedrag per operatie en de percentage van de inleg doen. Je kan zeggen, ik wil minimaal 100 en maximaal 1000 doen. Vanaf die inleg tot die inleg, dus alle smaakjes heb je daar eigenlijk bij nodig, maar dat wijst zich eigenlijk wel vanzelf. Dan heb je op deze pagina, heb je ook de inschrijven, vragen over lidmaatschap, ja of nee, heb je dan aan. Dan is dan deze vraag, hè. Ik ben lid, ik ben geen lid van de coöperatie. Hier zie je, die vragen zet je aan of uit. Ik zet ze even uit, dan worden ze niet gesteld. Ik zet ze aan. Dan is die leden, welke leden zijn de leden? Dat is dus deze groep. En ik kan daar gewoon de groep selecteren, die dus die lid zijn. En als iemand dan inlogt en in die groep zit, dan krijgt hij deze regeltekst te zien. Dus bij leden zien dan, ik ben lid van de coöperatie. En in jouw geval, Marjolein, kan je dan laten zien, ik ben lid van de coöperatie en ik betaal geen emissiekosten. Ja? En de mensen die niet lid zijn, dus die niet in deze groep zijn, die zien de zin, ik ben geen lid van de coöperatie. Dat is deze zin die hier staat. En dan kan die weer keuzetekst hebben, keuzetekst 1 en keuzetekst 2. En deze twee zinnen zijn 1 op 1 deze twee zinnen. En wat doet hij? Als ik zeg ik wil lid worden van de coöperatie, helaas is het systeem niet zo slim dat die persoon dan ook lid gemaakt wordt. Wat we dan doen, we voegen diegene die dit heeft aangegeven in een groep. En vervolgens moet je als coöperatie wel zelf de handelingen gaan maken om die persoon ook lid te maken. En dat betekent een orde toevoegen, een nota of een ledenovereenkomst of whatever jullie daar bedacht hebben. Er zit hier geen automatisch systeem achter dat hij dan ook gelijk lid is. Nou, en dus die mensen die deze keuze hebben aangegeven komen in deze groep. Maar je kan ook, en de mensen die deze keuze hebben aangegeven komen in die groep. Dan is dat deze pagina. Dan gaan we naar gegevens. Ja, dan valt ook oh, hier 3 ingeven. Ga naar gegevens toe. Oh, verplicht.
En dan de gegevens, daar kan je eigenlijk niks aan wijzigen, want het is voor iedereen allemaal hetzelfde. Dan komen we op de opslaan op de doorpagina, op de voorwaardenpagina. En dan zien we weer, deze tekst, de voorwaardentekst, is de tekst die hier staat. En dan heb je hier weer die voorwaardenlink. Als ik op dit klinkje voorwaardenklink klik, dan kom ik op deze link terecht. En de tekst die daarvoor staat, is dan, ik ga akkoord met de voorwaarden. Als ik dit verander, deze tekst, dan wordt dit zinnetje, wordt dan anders. En hetzelfde geldt ook voor hier. Ik heb hier de link staan. Als ik op deze plaatje kom, ik op deze link uit. En de tekst die hier omheen staat, die kan je dan zelf weer aanpassen. Nou, dan gaan we naar bevestigen. Ga naar bevestigen. Controleer de inschrijving. Dit formulier, wat hierin staat, is... wanneer je akkoord gaat. Ja, dat komt hier onderaan. Deze, wanneer je akkoord gaat met deze inschrijving, dat is deze tekst die hier staat. En ik ben akkoord met deze inschrijving, is dan weer deze zin die hier staat. En dit document wat hierachter staat, is weer gewoon een documententemplate. En het is in dit geval het documententemplate economische obligatie inschrijfformulier. En als dan iemand dat ontvangt, dan ontvangt hij daar ook een mail bij. En die mail is dan is deze mail die erbij wordt verzonden. Nou, dan hebben we hier het vinkje om direct betalen uit en uit te zetten. Dus als ik hier... Deze staat dus niet op direct betalen. En wat ik nu jullie hebben gezien, als ik dit vinkje aanzet, dan moet hij daarna ook gaan betalen. Goed, bij dit project staat het vinkje uit. En dan krijg ik eigenlijk, als ik daar deze teksten ben gegaan, dan krijgen we bevestigde inschrijving. Nu wordt dat document aangemaakt, dat mailtje aangestuurd met de tekst die je al allemaal had. En dan is deze tekst die hier weer staat, is de tekst die hier staat. Dus op die manier stel je eigenlijk de omgeving in. Die vraag over lid hebben, transactiekosten weer in het herbetalen heb ik ook zo. Ja, en dan hebben we eigenlijk blijft dan over de kleuren. Dan kan ik eigenlijk hier naartoe gaan. We hebben de portal-instellingen, dat zijn de algemene instellingen. We hebben ook de layout-instellingen. We hebben hier twee kleuren toegepast. We hebben de standaardkleuren. En we hebben de Tegelrijd kleuren. En dan kan je aangeven, dit is de standaardkleur hoe de hele portal eruit ziet. Ja, hoe ook de openingspagina eruit ziet. En dit is de kleur van die specifieke project. Dus je kan hem ook wisselen. Als ik hier zeg, ik wil nu, even kijken hoor, we gaan naar mama, naar de huidige gegevens toe. Dan is dit de standaardkleur. En ik zeg nee, ik wil dit veranderen. En ik zet dit nu even op de standaard kleur. Opslaan. En ik doe nu hier refresh. Dan heeft de standaard kleur dit gekregen. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld bij Tegelrijd, dat doen ze op de portal van Energie Dongen. Maar tijdens het inschrijven van het project hebben ze de hele portal de kleuren gegeven van Tegelrijd. De standaard kleuren gegeven van Tegelrijd. En dan, als ze dan weer het hele inschrijfproject hebben afgerond, dan gaan ze weer terug naar de kleuren van Energie Dongen. Of van Energie Dongen. Ja. Oké. Nou, dit is eigenlijk een misschien, want dat, ik dacht een gladde portal zien, maar ik zal ook even wat laten zien. Ten aanzien van die inschrijvingen, want we gingen dan naar mama toe. Mama Economus. En we gaan kijken naar de deelnames. En dan zie jij hier, daar heb ik net direct betaald. Dus mama heeft zich net 15.4 een inleg gedaan. Dan kan ik deze openen. Ze heeft er 5 ingelegd. Je ziet hier ook de statuslog. Dat heeft precies plaatsgevonden op 18.57 uur. En als ik naar de online betalingstransacties zie,
dan zie je dat deze online betaald is vanaf deze IBAN-nummer ook. Dit is trouwens wel weer super, hè? Want omdat jij wil voorkomen dat je zwart geld krijgt of wit zwart geld krijgt, moet je controleren of iets van een Nederlandse bankrekeningnummer afkomt. En de tenaanstelling gelijk is met de tenaanstelling waar de obligatie op zit. En omdat hij via Ideal betaald heeft, hebben we dus die bankrekening waarvan hij betaald heeft met ook de tenaanstelling. En dus kunnen we ook, en als, wat we ook hebben ingesteld, als deze tenaan, als dit IBAN-nummer afwijkt van het IBAN-nummer wat hij bij zijn gegevens heeft opgegeven, dan wordt er ook een taak aangemaakt. Dan zie je, hé, iemand heeft nu van een ander belang. Van een ander bankrekeningnummer afgeschreven. Maar even die andere vraag van die Willem van dat toekennen. Want mama had zich dan, deze is definitief die deelname. Maar zij heeft hier een inleg gedaan van 1000 euro. Maar dit is de status heeft hij van inschrijving. Ja? En dan kunnen we hem gaan omzetten naar de status toegekend. En dan zeggen we, nou, deze heeft 1000 euro en we hebben te veel inleg. Dus weet je wat, die krijgt dan 900 euro maximaal meedoen. Dan gaat het naar de status toegekend toe. Dan sturen we een nota naar die persoon. Wil je alsjeblieft, u had er voor 1000 ingeschreven. Helaas, we hebben de overschrijving. U krijgt nu voor 900 euro. Wilt u alsjeblieft 900 euro betalen? En als u dan 900 euro betaald heeft, dan gaat hij naar de status definitief. En dan zie je hier ook bovenaan, ze heeft nu 0 op de rekening staan. Maar als we naar de status definitief zetten, dan is het ook voorbij. En dan zien we, nu is deze 900 euro. En nou is het ook echt dat hij ook 900 euro heeft ingelegd. Nee, hoe verhoudt zich dat tot het Ideal? Want met Ideal heb je al betaald, toch? Ja, dat kan het niet. Nee. Nee, precies. Maar sommigen zeggen, ik wil niet inschrijven, dat is allemaal veel te moeilijk. Die willen gewoon boter bij de vis en afrekenen. Maar ja, dan kan het, dan is het wel first come, first win. Als je dat niet erg vindt, dan kies je voor die methode. Ja. Wat we nu doen eigenlijk bij dat toekennen is, wat we doen, je schrijft in. Vervolgens hebben we een procedure om over te gaan naar de status toegekend. En vervolgens kunnen we iedereen allemaal een nota sturen. En bij de nota die we versturen, kunnen we ook weer een moneybetaling meesturen. En dan kunnen die mensen die nota met money betalen of met de hand betalen. En dan gaan we vervolgens weer terug al die mutatie op definitief zetten. Nee, worden die notas automatisch verstuurd of moet je die allemaal stuk voor stuk gaan aanmaken? Nee, wat we doen eigenlijk, onze procedure is, kijk, wat we doen is als alles ingeschreven staat, dan is in principe de inschrijvingperiode voorbij, dan sluit je die. Dan krijgen jullie van ons een export, een Excel, en daar staan alle mutaties op. En dan moeten jullie in die Excel aangeven wie hoeveel heeft gekregen. Want die formules over hoe de verdelingen plaatsvindt, die is zo diversiteit. De ene zegt we doen het zo, en de ander zegt we doen het zo. Ook vaak gebeurt het trouwens dat er een onderschrijving is en dat ze zeggen iedereen krijgt toegekend dat wat er ingeschreven is. Maar goed, dan heb je, vul je in wie er allemaal toegekend hebben gekregen. En vervolgens lezen wij dat in. Maar dan zetten wij over de status naar toegekend. En we maken van alle dingen een orders aan. En dan kan jij al die orders, moet je zelf op de knopje drukken om alle nota's te versturen. Maar goed, dat is klikken, hè? Dan gaan al die nota's eruit. Dan laat je al die nota's weer betalen via Twinfield of de afletteren. En als je ze dan allemaal afgeletterd hebt en je zegt nu is de betaalperiode voorbij, nu is de kans voorbij dat iedereen hebben, dan moeten wij weer aan de achterkant handmatig een actie doen. Want dan kunnen we alle nota's die op betaald staan, kunnen we ook de bijbehorende mutaties op definitief zetten. Maar dat zijn wel acties die wij aan de achterkant hebben moeten doen. Een stukje service wat jullie dan verlenen in een bepaalde stappen. Ja. Oké. Okay. Ja. En wat we ook dan bij die nota kunnen doen, kijk, want sommigen
die hebben dan geen transactiekosten en die anderen hebben dan wel transactiekosten. Dus we kunnen ook zeggen, kijk, deze groep krijgt wel een orde met transactiekosten en deze groep krijgt een nota zonder transactiekosten. Ik heb nog even een vraag, dat gaat even een stukje terug bij inschrijving. Hè? Dan is dus, we kunnen mensen aangeven, goh, ik wil lid worden. En ik begreep van jou dat je dat zelf moet controleren, hè? Want dan moet er dus actie worden ondernomen. Maar is er ook een makkelijke manier om dat bij te houden? Of hoe, heb je daar tips voor? Nou, ik weet niet hoe jullie, iedereen heeft het lid worden op een andere manier ingeregeld. Je moet daar in principe, dus inderdaad als je nota's van maakt, maar iedereen heeft een ander type, 10 euro eenmalig en dan nooit meer, et cetera. Dus eigenlijk als je iemand in die groep is bijgevoegd, dan zie je, hey, deze mensen zijn bijgevoegd. Dan moet je die lidmaatschapprocedure op hebben. Dan maak je eigenlijk een order aan, hè, zoals jullie dat altijd doen bij een lidmaatschap. En dan stuur je die betreffende persoon een nota. Die moet hem betalen en als die nota dan betaald heeft, is die lid. Maar het feit dat die persoon bij inschrijving aanvinkt, hey, ik wil lid worden, daarmee komt hij automatisch in een groep lid. Hij wordt toegevoegd aan een groep. Maar dan moet jij bewaken, al die mensen die in die groep zitten, dat je die vervolgens ook lid gaat maken. Ja, nee, oké, dat snap ik. Dus je moet zeg maar die groep dan bekijken, die moet je in de gaten houden en dan de status. En ik weet ook niet, kijk, als jij vervolgens, als jij gaat toekennen, dan moet je ook even bedenken, ga jij die mensen toekennen die ook hun lidmaatschap ook betaald hebben? Misschien zeg je van, nou, eerst betalen, eerst lid zijn. Want wanneer ben je weer lid? Als je betaald hebt of als je hebt aangegeven dat je lid wordt? Ja. Dus je zou kunnen zeggen bij toekennen, daarvoor moet je tijdens het proces even verwerkingstijd hebben. Dat je ook die mensen ook je lidmaatschap laat afronden. Ook daar. Ja, ja. Maar helaas, dat zou ik nog graag wensen. Maar er is nog geen wens van gekomen van coöperatie. Dat je eigenlijk ook, als je naar die aanmeldstraat gaat en je wil je inschrijven op een project, dat dan de aanmeldstraat zegt, oh, u bent nog geen lid, wilt u lid worden? En dat je dan eigenlijk wat ik net liet zien, klik, klik, klik. En dat je ook dan gelijk kan betalen, ja, met Ideal. En dat je dan lid bent en vervolgens dan, hup, die ander project kan inschrijven. Dat gaat Windvogel wel doen. Want hun lidmaatschap bestaat eruit dat je een kapitaalstorting moet doen van 50 euro. Dat heb jij ook, Michel. Hè? Jouw leden worden lid door 50 euro te storten. En wat hij gaat doen, hij maakt een portal. We kunnen hier... Maar dat is omdat zij een kapitaalstorting hebben voor het lidmaatschap en niet een contributie doen. Inschrijven projecten. Wat hij dan heeft, hij heeft eigenlijk twee projecten. Nu zie je de vier. En het ene project heet lid worden. En het andere project heet een lening aangaan. En wat het doet als je dan lid wordt, dan ga je lid worden. En dan moet hij op het eind ook met Ideal 50 euro betalen. En als hij dan 50 euro heeft betaald, dan kan hij ook zich gaan inschrijven voor het project lening. Wat ze bij Windvogel hebben. En we zijn het ook zo aan het programmeren. Dat je eigenlijk. Dat komt eraan. Dat je die ene is dan zwart. Dan kan je op klikken. En die andere. Die klikt iemand door. Ik wil een lening nu geven aan, aan Windvogel. Maar dan zegt hij. Dat kan niet. U moet eerst lid worden. En dan pas mag u ook een lening met ons aangaan. En dan. Dan moet hij op die andere dikken. Dan laat hij die 50 euro betalen. Dan heb je ook het geld op de rekening staan. Dan weet je ook echt dat hij lid is. En dan krijgt hij ook de mogelijkheid om met die lening aan de gang te gaan. En bij de Windvogel heeft dat bij de lening ervoor gekozen. Om dan wel via inschrijven te doen en later een nota te versturen. Want hij zei, ik wil niet dat ze zomaar ongecontroleerd geld lenen aan mij. Dus die heeft dan wel bij de lening weer... Maar goed, daar hebben zij het lidmaatschap geregeld, omdat het een kapitaalstorting is in de coöperatie. Maar
ik heb nog niet ergens een knopje van ik word lid en dat hij dan een contributie of een order gaat aanmaken. René, mag ik nog wat vragen over het begin van het traject? Ja. Ik zit ook in Apeldoorn en we zitten te kijken hoe mensen gaan inschrijven, zeg maar. En ik heb zitten kijken hoe dat gaat bij Burger Zonnebak Tegelrijd. Ja. En als mensen dan op inschrijven klikken, dan komen ze eerst nog op een tussenpagina van Tegelrijd, waarin uitgelegd wordt hoe ze naar hun account moeten gaan. Ja. En nou, ik heb dat uitgeprobeerd, dus dan zeg ik nou, ik weet het niet. Dus ik klik aan dat ik niet weet. En dan moet ik contact opnemen met het kantoor. Ja. Ik vind het allemaal heel werkelijk overkomen. Dus ik zit mij af te vragen, hoe krijgen wij die mensen zo snel mogelijk een account te maken? Dat kan ik me nog voorstellen. Maar dat ze dan vervolgens wel gelijk bij inschrijven zitten. Kan dat? Nee. Maar hoe het komt, als jij al lid bent van de A, dan zit jij in Economisch van de A. En dan hebben we al jouw gegevens van jou bekend. En dan kan jij, als je op de contactenportal inlogt, dan zie je al, oh, ik doe mee aan dat project, dat project, en dat project, en dat project. Ja, maar ik hoop natuurlijk dat er heel veel mensen bijkomen die geen lid bij ons zijn. Dat zal de grootste groep zijn. Er is een verschil tussen mensen die reeds in Economen staan. En als je die wil laten inschrijven, dan moeten ze vanuit Economisch geactiveerd worden. Want anders dan, ik kan niet, als jij, Getrine, jij bent bij de A, jij zit al in de Economisch van de A, en dan is het technisch niet mogelijk dat je naar een website toe gaat en dat je zegt, oh, ik ben Getrine, en dat ik denk, oh, dat is Getrine, oh, die ken ik al, en die gaat nu even inzage geven in de gegevens allemaal van Getrine. Dus daar heb je het probleem, dat iedereen die nu reeds in Economisch staat, die moeten dan, dat zie je eigenlijk ook hier, dat maakt het heel lastig, hè? Want dat zijn die knopjes, inschrijven. Kijk, de mensen die reeds een account hebben, hè, die hebben dat al, die hebben hem al een keer eerder gekregen. Ja, die komen dan hier terecht. En die kunnen dan met hun account wat ze al hebben, kunnen ze terecht. Maar mensen die wel in Economen staan, maar die nog niet dat account geactiveerd hebben, ja, die kunnen dan inderdaad naar dit knopje gaan, hè? En dan gaan ze zich hier nieuw inschrijven. Maar dan krijg je in Economisch 2 contacten. Vandaar dat ze gezegd hebben, dan moet dat derde knopje erbij. Van u bent wel lid, maar u heeft nog geen account. Ja, dan moet er een handeling vanuit Economisch gedaan worden om dan dat account te activeren. Of je gaat het zelf handmatig aan de achterkant controleren. Of je dubbele accounts hebt. Dat kan ook. Maar ja, dan wordt het wel heel lastig. Want je hebt ook, dat kan. Maar dat, wat ook is, kijk, als je hier bij die test kijkt, ik kijk bij deze dame, dan zie ik hier bijvoorbeeld deze online transactiegegevens en of de statuslog, dan zie ik exact alle statussen. Terwijl als je dan het ene account deze mutatie opheft en je maakt hem weer bij een ander erbij, dat kan wel, maar dan ben je ook die hele geschiedenis ben je ook een beetje kwijt. Hoe gaat dat bij andere coöperaties? Haken mensen dan niet af bij het inschrijven? Krijgen ze niet veel telefoon dat mensen het niet voor elkaar krijgen? Wat is de ervaring? Weet je dat? De ervaring is, nou kijk, ik denk dat als jij wil inschrijven, ga je wel moeite doen om in te schrijven, want je wil iets. Wat de ervaring is dat ze daar moeite mee hebben en daarover gaan bellen, wat dat eigenlijk niet snappen. Wat ze bij Energie Dongen hebben gedaan, dat ze voor eigenlijk al dat contactenportal iedereen hebben geactiveerd. Wil je alsjeblieft je account activeren? Wil je account activeren? Ja. Dat ze telefoontjes hebben die mensen die dat niet helemaal begrijpen en dan daar niet uitkomen. Maar dat zijn er nou, niet zo verschrikkelijk veel, denk ik. Oké. Okay. Ik vind het ook heel lastig om het uit te leggen, Getrine. En zeker aan mensen die lui zijn, weet je wel. Die denken, die hebben dan wel ooit eens in een account gekregen, maar dan zijn ze lang vergeten. En ze denken, ja. Nou, ik wil het niet inschrijven. Ja. Nee, maar René, dat voorkom je natuurlijk toch niet helemaal. Want wij hebben natuurlijk heel veel, nou ja, we hebben heel veel contacten. Terwijl de heleboel mensen weten niet eens dat ze bij ons in het systeem zitten.
Kijk, op het moment dat je een keer een actie op je hebt iets aangevraagd, je hebt een keer aan een webinar meegedaan met ons, dan zit je in het systeem. Ja, dan dat weet je niet eens. Dus dat voorkomt bijna niet dat die mensen dan zeggen van ik zit nog niet in het systeem, ik meld me aan. Nou, maar het is eigenlijk wel een beetje raar, AVG technisch gezien, dat ik jouw systeem sta en dat niet weet. En daar ook geen toestemming voor gegeven heb. Ja, je hebt er wel toestemming voor gegeven, maar je weet het niet. Nou, ik kreeg, weet je wat leuk was? Ik kreeg van Windvogel, die hadden wij, hebben we overgezet. Dus die heeft al zijn klanten een berichtje gestuurd van, u bent Windvogel-lid, maak een account aan. En ik, oh leuk, ik ben ook weer. En ik log in. Ik denk, hé, wat verdorie, ja. In 2016 had ik €50 betaald. Was ik al helemaal vergeten. Dus omdat zij mij dat mailtje hadden gestuurd, van u bent, toen hebben die mensen ingelogd, toen zei ik, oh hé, wacht even. Inderdaad, ik ben Windvogel-lid. En ik ben toen lid geworden, heb €50 een keer gestort. Was ik ook alweer vergeten. Maar als dan dat soort mensen zich gaan aanmelden dan, die zeggen, oh nee, dat vind ik een goed doel, ik ga me aanmelden. Krijg je dan een foutmelding? Of moet je er zelf handmatig gewoon controleren hoe dat zit met die aanmeldingen? Moet je iedereen gaan controleren of ze eigenlijk al in het bestand zitten? Ja, dat laatste. Oké. Dan krijg je dubbele contacten in het bestand zitten, ja. Je microfoon staat daar op het gitaar. Nee, ik zei oké, dank je. Het was... gitaar ging praten. Ja, nee. Oké, okay, heb je mij gehoord? Nee? Nee. Oké. Nee, dat je dus als er al een aanmelding wordt gedaan van een persoon die al in Econovus staat, dan krijg je toch een terugkoppeling binnen Econovus van adres komt al voor en dat nodig je dan uit om dat te controleren. Nee, dit zijn twee wegen. Als jij een webformulier maakt op je website, en die dan gaat via dat webformulier zich iemand inschrijven. Ja, dan kan er ook, dan ziet hij, hey, deze contact staat al in Econovus gaan toe. Maar dit is de portal. Ja, ja. In die portal, die gegevens staan natuurlijk achter een account. En als je geen account hebt, dan kun je niet toegang krijgen. Maar wij overwegen dus om een portal in te gaan richten. En dan willen we dus al onze projectdeelnemers gaan uitnodigen om een account aan te maken voor het portal. Ja. Ja. Maar dat, ja, oké. Okay. Weet je wat ook is dat je moet erg ook oppassen, want bij het ophalen van geld is het in de wet geregeld dat als je een onderneming bent, dan mag je als onderneming, mag jij zelf geld ophalen. En dat mag je doen zonder vergunning. En als je dan onder de 5 miljoen blijft, dan heb je ook geen prospectusplicht van de AFM. Maar dan moet die BV wel zelf zijn geld ophalen. Als jullie gaan zeggen, oh, we zijn hier de A en dit is heel leuk, log in en maak een account aan, want dan kunt u inschrijven op jullie BV. Dan ben je als de A reclame aan het maken voor die BV. En dan moet je als de A een vergunning hebben om iemand te adviseren. Dus je moet enorm oppassen dat je die twee gaat verbinden met elkaar. Vandaar dat dongerenergie ook eigenlijk los van die dingen al van tevoren zegt, maak een de A-account aan. Maak een de A-account aan. Je kan ook niet zeggen om Aaron niet oppassen, je kan hem niet zeggen, om deel te nemen aan dit project, moet u bijvoorbeeld een DA-account aan hebben. Je moet heel erg oppassen dat je die, dat de want als jij namelijk als de coöperatie de A adviseert van iemand, hier heeft u een goede blog, ook al is het een volledige dochter van de A, dan ben je adviseur en dan doe je. Dus je moet daarom ook bij die account zijn. Ga nu al eens de A, nu iedereen plat mailen en zorgen dat ze een account gaan maken. En niet gaan zometeen zeggen, wilt u zich inschrijven voor het project? Maak nu een account aan op de A. Ook dat is ook al lastig. En ik denk dat we daar nu als sector niet zoveel last van zullen krijgen. Want ik denk niet dat de AVM morgen bij ons op de stoep staat. Maar moeten we wel opletten.
En trouwens, het klinkt ook allemaal wat meer, wat enger dan, of wat moeilijk, of ingewikkelder dan het is. Maar eigenlijk zie je dat ze, ik vind dit netjes best wel geregeld hoor. Kijk hier, en zij hebben ook natuurlijk ook op hun Energie Dongen website, Energie Dongen. Jammer dat die recorder aanstaat, René, want nu kunnen we niet meer zeggen dat we niet wisten. Sorry? Nou, je hebt het opgenomen, dus anders had ik kunnen zeggen, ja, dat wist ik niet. Maar dat kan nu niet meer. Maar ja, deze opname heb ik gewist. Oké, heel goed. Kijk, hier bij Energie Dongen staat ook alleen maar, dit is de website van Energie Dongen, hè? Tussen 8 maart kun je inschrijven op. Oh, deze tekst, daar is er heel hard over nagedacht. Er staat niet in, wij adviseren, dit is een geweldig project. Er staat hier alleen maar een hele simpele van. En daarom moet je ook naar een aparte website. En dat hebben ze ook gemaakt, een aparte website. Want ja, dit is de uitgevende instantie. Deze partij haalt het geld op. Want de burger, die mag je niet verwarren. Ja, als jij gaat als hier gaat zeggen, oh, geweldig park. Dan gaat deze partij gaat adviseren om hier iets te kopen. En dan moet je aan alles voldoen, alle wet en regels aan doen. Maar zo rocket science is het niet. Je maakt gewoon een aparte website voor je burgerpark. Wat ik hier ook in vind. Dit vind ik ook mooi dat ze gedaan hebben. 1 pagina. En daar staat dus alle projectinformatie. Deze moeten ook eigenlijk 15 jaar. Gedurende de hele looptijd van je project. Moet je die hebben openstaan. Want later moeten mensen nog kunnen zeggen van dat en dat. Het is zelfs ook. Maar goed, dan ga ik nou draaf ik verder. Als over 2-3 jaar iemand belt en er is echt iets aan de hand met jullie parken, het presteert niet, het gaat failliet, et cetera. En dan komen mensen terug en die zeggen, ja, ik heb toen wel ingeschreven, maar was het mij toen duidelijk dat ik ook die risico's heb aanvaard, et cetera? Toon eens even aan dat ik voor dat vinkje gekozen heb dat. Nou, nu kunnen we dat in economisch, want wij houden backup, dus ik kan nog bijspikken terugzoeken voor 3 jaar geleden. Welk vinkje iemand dan destijds gezegd heeft. Ja. Maar nu maak ik het wel heel zwaar, wat ik meer probeer te doen. Je moet daar toch ook wel heel zorgvuldig in zijn. En dat hebben we dus nu ook, want je hebt de projectdocumenten, er wordt naar verwezen. Ja. Andere vraag. René? Ja. Ja. Wat krijgen mensen te zien die knop, ik ben geen lid, aanklikken? Die inschrijven, die moeten dan contact opnemen, vragen een account aan via account en die krijgen een contactformulier. Want dit is voor mensen die niet weten of ze een account hebben, maar wel lid zijn. Je hebt ook de variant als je niet lid bent. Als je niet lid bent? Dan weet je ook zeker dat je geen account hebt. Dan ga je dus naar deze. Geen lid van Energie Dongen. Ja. En dan kom je op die eerste pagina. En nu, als je dat klikt, dan wordt er in economisch een contact aangemaakt. En dan kan je hetzelfde doen. Alleen dan moet je wel al je gegevens invullen. Want die zijn nog niet bekend. Dan moet je je huisnaam, je adres, et cetera. Ja. Maar dat kan dan inderdaad gewoon allemaal online afgehandeld worden. Die mensen die niet weten, die lid zijn, maar niet weten of ze een account hebben, ja, die moeten dan contact opnemen, want dat moet afgehandeld worden, zeg maar. Dat gaat heel makkelijk hoor, want als ik hier uitlog en ik ben geen lid, ik zeg voor jezelf en dan zeg ik het hier en het is René. Van Vlijt. Ik weet niet of Outlook of de Gmail al bekend is. Account aanmaken. Nee, die zit ik al. Nu ziet hij al dat dit account er is. Maar als ik dan... even kijken, ik heb nog een andere. Forentic.nl. Account aanmaken. En de e-mail is onderweg. Dan moet ik ergens een e-mailtje krijgen. Dat duurt altijd even bij dit mailadres. Waar heb ik hem? Sorry. Even een ogenblikje.
Nou, deze mailbox van mij is altijd heel traag. Ja. Nee. Oké, maar ja, dan krijgen ze inderdaad een mail, kunnen ze die account activeren, dan loopt het gewoon verder. Ja. Dus in principe wel heel, heel simpel. En dan klik je erop en dan moet je een wachtwoord aanmaken. En als je het wachtwoord aangemaakt hebt, hup, dan ben je daarna gelijk ingelogd. Nou, dat kan nu niet goed demonstreren. Maar dat werkt heel simpel. Je krijgt inderdaad een mailtje, klik je erop, wachtwoord aanmaken en dan ben je gelijk ingelogd. En dan krijg je hetzelfde scherm als dat ik al heb laten zien. René, jij gaf aan dat als iemand in die keuzescherm aangeeft dat hij lid wil worden, dat dat dan bij wijze van spreken handmatig moet gebeuren bij de energiecoöperatie. Krijg je dan wel vanuit Econobus dat er een taak voor je staat of moet je dat telkens controleren? Moet je zelf controleren. Oké. Dus wat je gebeurt, al die mensen die dat vinkje hebben gezet, worden aan een groep toegevoegd. En wat ik me er kan voorstellen, dat je dan de handeling uitvoert, een order aanmaakt of whatever je doet, die doet, en dan haal je hem uit de groep. Dus dan weet je altijd, degene die dan in die groep zitten, dat die dan nog aangemaakt worden. Of je zou nog even een tweede groep kunnen aanmaken, dan heb je één groep, er zit allemaal in, dan haal je hem eruit. En dan zet je even in een andere groep van, heb ik lid gemaakt, en dan kan je het bijhouden. En dan weet je in de ene groep dat je die nog lid moet maken. En dan heb je even een andere groep gemaakt om even bij te houden of het allemaal gelukt is. En dan nog even één ding over die connectie tussen de coöperatie en de uitgevende instantie. Dat is wel een glibberig pad, moet ik zeggen. Want als ik op die site van Tichel-Tustond kijk, dan staat dus ook van, ben ik lid van Dongen? Dus daar zit dan toch... Ik bedoel, dan kan je toch niet zeggen, ja, dat heeft niks met elkaar te maken. Het lid van Dongen is toegang om in te kunnen schrijven. Dus ik denk dat we daar niet al te moeilijk over moeten doen. Ik bedoel, als we vanuit de AA zouden aanbieden, dan moet je een account van de A hebben. Ja. Nou, dan kan ik toch niet meer zeggen dat ik dan met droge ogen dat ik er niks mee te maken heb. Nee. Maar wat wij wel, wat je wel, als je nu op die knop drukt, dan ziet die portal, heeft de look and feel van Tichelreiter. Ja, maar het ging even over de AFM waar jij zo bang voor was. Ja, ja, maar nog steeds. Maar hij heeft de look and feel van Tichelreiter. Terwijl eigenlijk als mensen normaal naar de contactenportal gaat, dan is de eerste pagina heeft de look and feel van mijn Energie Dongen. Hmm. Hij heet bovenin in de URL, heet hij energiedongen.mijnenergiesamen.nl. En ook daar al was de jurist van... Ja, precies. Maar goed, wij zijn hier begonnen en wij, zeker in ieder geval dat het een aparte website is. Hè, en we moeten hier maar van gaan leren over hoe het loopt en hoe heet de soep is die opgediend wordt. En, maar dat wij natuurlijk als coöperatieve sector daar steeds meer aandacht voor krijgen en dat er mensen op gaan letten. Zeker als we veel geld gaan ophalen. Dan... Maar ik denk dat deze methode dus nu iets ook wel overwerkt. Ja, dat denk ik ook. Kijk, en dat is ook het verschil tussen als je namelijk je geld ophaalt bij via die platformen, hè, zoals duurzaam investeren of dat soort platformen. Dat zijn adviesplatformen, want daar log je op in. En dan zeg je, oh, kan die kopen, die. Maar die hebben dan ook een AFM-vergunning. En die AFM-vergunning is heel lastig. En die hebben ook weer veel meer plichten over te controleren over de mensen die ze allemaal in bestand hebben. Want als zij daar iemand hebben en die doet 1000 euro daar en 20.000 euro daar en 50 euro 1000 daar en die hebt daar een transactie. Nou, dan moet het know your customer of due diligence, moet je controleren of dat wel een persoon is die geen zwart geld heeft. Dus die hebben daar veel hogere verplichtingen. Die hebben ook, dat heeft ook bijvoorbeeld... een witwasstraat. Die hebben ze ook aangeboden. Dan zeiden ze, nou, als dan bij de A iedereen heeft ingeschreven, dan moeten ze ook een account aanmaken bij One Planet Crowd. En dan moeten ze hun paspoort uploaden. En dan doen wij even controleren of ze dan netjes wel geen crimineel zijn.
En vervolgens krijg jij een lijstje terug van alle mensen die wel of niet crimineel zijn. Ook daar gaan wij ook een keer naartoe moeten, dat we dat moeten gaan doen. Oké, okay. Moeten we tempo maken. Wat? Dan moeten we tempo maken. Maar ik vond het verhelderend, René. Toch even in een nutshell even de verschillende aspecten van het portal. Ik, volgens mij, het ziet er... Nee, ik vind het er mooi uitzien en het biedt volgens mij, we komen er wel uit. Want ook het feit dat je die standaard even tijdelijk om kan zetten, dat geeft mogelijkheid dat je toch even ook de eerste portal, dan even de portal van die uitgevende instanties. Dus ik denk dat we er wel uitkomen. Ja. En Getrina, er is nu al iets van 8 of 9 miljoen opgehaald met deze portal, door die diverse coöperaties. Dus in het algemeen loopt dat wel allemaal. In het begin moet men een hele wennen om die instellingen te doen en daarna dan loopt het. Coöperaties krijgen telefoontjes. Een aantal gaan, ik kan niet inloggen of het werkt niet, bijspreken. Maar de meeste gaan over het project zelf. Bijvoorbeeld, waarom bouwt u een windmolen en niet een zonnepaneel? Want dat is toch veel beter, zonder opdaken. Dat soort vragen. En ook inhoudelijke vragen over de prospectus. Hoeveel geld krijg ik ervoor? Of is het wel juist het zijn? Die hebben veel meer inhoudelijke vragen. Daar komt trouwens best wel wat werk uit, hoor, uit die vraag ook. Ja. Ook dat de mensen bijvoorbeeld in, er was een coöperatie ook in Deltawind, die hebben wat oudere leden en die kan dan niet zo'n account aanmaken. En dan zegt, nou, komt u even langs op kantoor en dan helpen wij u. Nou, en er wordt dan op kantoor geholpen om een account aan te maken. En wat ook nog kan, als het iemand helemaal niet lukt, aan de achterkant kan je natuurlijk ook iemand in economisch invoeren. Dan hoeft hij niet via die contactrapport te gaan, maar dan doe je dat aan de achterkant. En op die manier heb je ook weer klantenbinding, hè? Heb je weer eens contact met je klanten ook. Oké. Okay.